Hallo, mijn naam is Sebastiaan de Knoop en ik ben verantwoordelijk voor de recrutering binnen de infrastructuurafdeling van Sweco Belgium. Sweco Belgium wordt gebackt door Sweco Group en wereldwijd betekent dat 21.000 medewerkers op dit moment en hier in België 2.600 medewerkers, maar nog steeds groeiend. Nu, wat doet Sweco? Wij zijn het grootste ingenieursbureau binnen Europa en samen met onze klanten creëren wij oplossingen naar verstedelijking, proberen wij de kracht van de digitalisering te benutten en staan wij samen met onze klanten in het streven naar een duurzame samenleving. Kortom, transforming society together. Together, ja, dat betekent samen. Daarvoor hebben we jou nodig. Ik ben Emma, ik ben afgelopen jaar beginnen werken bij Sweco. Ik heb zelf voor Sweco gekozen omdat ik daar de kans kreeg om direct aan heel grote en uitdagende projecten mee te werken. Hierbij word ik uiteraard heel goed begeleid, waardoor ik de kans krijg om heel veel bij te leren op korte tijd. Daarnaast zijn er nog andere aspecten aan Sweco die me aanspreken. Het is een heel groot bedrijf, waardoor dat er steeds de kans is om op andere projecten mee te stappen, om eraan mee bij te dragen of gewoon over te stappen qua team als er toch ergens anders interesse blijkt te liggen. Als laatste zijn we ook een vrij jong bedrijf. Er zijn heel veel jonge medewerkers en daarmee organiseer je ook regelmatig leuke activiteiten. En dat valt dan onder de noemer Jong Sweco. Nu, Sweco is een Zweeds bedrijf. Wat betekent dat in de praktijk? Familiale sfeer, ondanks de grote structuur, kom je terecht in een team van maximaal 25 personen waar je dan samen mee kan werken aan de zeer interessante projecten. Een ander stokpaardje is de work-life balance. Daar trachten we een mooie balans te vinden tussen thuiswerk, kantoorwerk, werk en privé. En tenslotte, de duurzaamheid die we doortrekken in al onze projecten kan je ook terugvinden uiteraard in de samenwerking met onze collega's. Wil jij dus ook een job met impact en meewerken aan de steden en gemeenschappen van morgen? Kom ons dan ontmoeten op het Startbaan-event van IENet. Hopelijk tot dan.